fantastische werk dat de politie in Rijswijk heeft verzet. Misschien kunnen we even een heel hard applaus geven. En dat is het aanpakken van eenzaamheid in Rijswijk. Want de eenzaamheidscijfers zijn, dat weet u misschien, ontzettend hoog in Rijswijk. Bij ouderen, maar ook onder jongeren. En dat gaat mij enorm aan het hart. Dus ik vind dat ik moet gaan werken aan een reis waar mensen heel dicht bij elkaar staan en naar elkaar omkijken. Die samenleving creëren kunnen we natuurlijk niet alleen vanuit de gemeente. Dus daarom ben ik zo dankbaar dat ik mensen zoals de politie en ik kom heel veel mooie initiatieven en mensen tegen in reizen doorlukken. We zouden een keer kunnen aanbellen bij de buurvrouw of buurman die we vaak alleen thuis zien zitten s'avonds. Of weer eens die oude vriend of vriendin bellen waar we al een tijd geen contact mee hebben. Nou, ik wil wel boodschappen met je doen hoor. Nou, dan gaan wij boodschappen. Ik heb het vastgelegd. Stel je voor dat u allemaal niet hier naar huis gaat, dat u een date heeft geregeld. Nou, niet allemaal nooit bij, maar leg een boodschap. Ik moet je even vastpakken. En ik wens u heel veel. En hoeveelste keer is het nu dat gevierd wordt? De tweede keer organiseren wij dit diner, samen met Oezie en collega Marcel. En jullie zaten er vorig jaar ook al bij? Vorig jaar werd het ook georganiseerd, we rond de 30 personen, nu zitten we bijna aan de 40. 40, dus, zo! We worden er steeds meer. Op een gegeven moment moet je stoppen, want we kunnen het natuurlijk niet meer kwijt in onze kantine. We komen met direct touringcarbussen komen hier naartoe, hè? Als je ziet hoe lang het duurt. Dat er wel naar uitzien. Maar onze collega's de mensen naar binnen moeten brengen met de rolstoel en ambulator. Dus, het heeft wel zijn nut, hè? Het heeft zijn nut. Ja. De wethouder natuurlijk ook al zei dat ze blijven eenzame ouderen bestaan, ondanks in deze maatschappij. Dus je zeggen, joh, op het moment dat je deze mensen een beetje bij elkaar kan brengen en je kan er wat leuks van maken, dan denk ik van nou, we moeten het gewoon doen. Ja, de moeilijkheid is om soms om te signaleren dat iemand eenzaam is, hè? Ja. Want ze komen vaak niet uit hunzelf, hè? Nee, nou, we hebben ook de welzijnsinstelling en het verpleegverzorgingshuis en andere mensen in de wijk benaderd. Om te zeggen van joh, welke mensen zouden wij kunnen gebruiken? In ieder geval, welke mensen zouden dat kunnen doen? Ja. Heb je de gezichten gezien van die mensen? Ja, zijn? Ja. Dat geeft ons het... Daar krijg je plezier van. Ja, precies. Dat is het fijne van het werk, hè? Jazeker. En jullie hebben best wel een moeilijke taak als politieman zijn. Hè? Je komt de grootste ellende natuurlijk tegen. Ja, maar dit is dan weer eigenlijk een tegenstelling. Dat is heel anders weer, hè? Ja, maar dit geeft je ook een goed gevoel. Wat Roos ook zegt, als je die blijdschap ziet. En we weten zeker de afloop straks dat mensen eigenlijk niet naar huis willen. Die vinden het zo gezellig om onder de mensen te zijn. Ja. Dat je zegt van, joh, daar doe je het voor. Dan mag je best in je vrije tijd. Hè? Want al de collega's doen het in vrije tijd. Het is alles in vrije tijd. Dat men niet denkt van, de politie die kan dit wel organiseren, maar de straat op gaan ze niet. Die mensen willen elkaar de droom helpen. Ja. Het gaat allemaal in eigen tijd. En laat me hopen dat jullie het begin hebben gemaakt en dat er een structurele aanpak komt. Dat zou mooi zijn. Dat is eigenlijk al een beetje begonnen. We hebben natuurlijk sponsoren, hè? Ja. Vliet, Plus, Feestidee, ja. Plus. Resto van Harten. Resto van Harten niet volgens mij. Maar die doet ook een hoop werk hoor. Catering, John Hageman heeft dit gedaan. Fleury Belly, de gemeente zelf. Gemeente Rijswijk zelf. Die ook een beetje ingestapt is, zeg maar, onder gemeente. Met als eindresultaat dat je misschien in een buurthuis terechtkomt waar de mensen gezelligheid kunnen vinden. Ja, als dat het eind zou zijn. Nou, er zijn mogelijkheden genoeg, maar soms de doelgroep gaat niet uit zichzelf op. Nee, dat is moeilijk. Dat hoe kun je die mensen benaderen, betrekken van joh, je hoeft niet eenzaam te zijn. Ja. Zoek er zo zelf op, of een klein steuntje in de rug, je kan het heel wat bereiken. Ja. Maar kennelijk is dit iets wat mensen graag willen. Een mooie zorg net een dame die zo moeilijk in de bus gezet kon instappen. Hebben we toch gedaan. Ja. Hebben we toch de tijd en de moeite genomen om haar mee te nemen, want ze wilde niet meer. We komen er allemaal voor te staan, hè? Als we ouder worden. En nu zit ze hier en nu straalt ze van alle kanten. Ja. Dus daar doe je het voor. Mensen zeggen van nee, ik wil niet. En dan toch eventjes doorzetten en dan gaan ze toch mee. En dan verdienen ze wel vol. Het is een mooie nieuwjaarsboodschap. Zeker. Okay. Zeker. Bedankt. Graag gedaan. Ja. Ja hoor, mag. Ja. Doe maar. Alsjeblieft. Gelukt? Ja, moet. Ja, kijk dan. Thank you.